Dag lieve vriendjes. Hoe is dat? Hier is het goed. Mooi. Goh, ik kan het allemaal zeggen dat de zomer afgelopen is. Hè? Wat een geitenweer. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben in Spanje geweest afgelopen weekend, maar dat was ook niet geweest. 2 dagen in de pis en de regen gezeten. Maar goed, het zit er onder het doosje. Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laat ons kijken. Blikjes drinken. En niet zomaar blikjes drinken, maar blikjes drinken van Over the Sea, Over the Ocean zelfs. Het is Amerikaanse spullen, het is Amerikaanse Jelly Belly. Hè? Ik weet niet of Achmetje daar iets mee bedoelt. Ik weet niet of we dit onder het kopje vetshaming kunnen plaatsen. Want is het niet helemaal een beetje opvallend om ik als mens met hoog BMI Jelly Belly, oftewel drillbuik, drankjes op te sturen? Ik denk het wel. Ik weet niet of ik dat fijn vind om gediscrimineerd te worden op dit prachtige neutrale reviewkanaal. Maar goed, discriminatie of niet, het moet nou eenmaal gebeuren. Jelly Belly is Amerikaanse sparkling water. Dat is bubbelwater. True to life flavors. 0 sugar, 0 sweetener, 0 calories en 0 sodium. En de smaak is hier French vanilla. Ice, ice baby. Dat was toch Vanilla Ice? Jelly Belly, French vanilla, zonder suiker, zonder zoetjes, zonder calorieën en zonder sodium. Dat laatste zal wel, zeg mij niks. Dan hebben we hier Jelly Belly, de blubberbuik, Fairy Sherry. Wat leuk. En dat is naturally flavored with other natural flavors. Ook hier 0 calorietjes, 0 suikertjes, 0 nepsuikertjes en 0 sodiumpjes. Nou, dat zal dan ook wel voor deze gelden. En het is niet te geloven. Maar ook hier zit die rotzooi allemaal niet in. En dit is pina colada, oftewel kokos. Natural flavored, non-alcoholic. En dat maakt het dan wel weer jammer. Ik was inderdaad dus in Spanje en daar heb ik een pina colada gedronken van, ik denk, 1 meter bij 1 meter. Ik bestelde dat in een restaurant wat gebouwd was als piratenschip. Ja, het was een beetje een ordinaire vakantie, ik geef het eerlijk toe. Ik was samen met een vriend en die zei, ik weet een leuk barretje. En zit je op een gegeven moment dus in een piratenschip. Zit je een pina colada van 2,5 liter naar binnen te lurken door een rietje. En bovenop dat glas hadden ze een soort fruitmand gepleurd. Een halve banaan en een tros druiven en een stuk sinaasappel, weet ik veel wat. Het leek wel een oerwoud wat op dat glas lag. Allemaal eruit geflikkerd en wat bleek nu, de pina colada was een beetje sterk. Dus na 2 van die bubbelbaden met die witte meuk naar binnen te hebben gedronken, begon Omi al een beetje raar te lullen. Ja, dat was nou helemaal zo. Dus we konden al snel het piratenschip verlaten. Wees openbare dronkenschap. Maar goed, het is wat het is en het gaat zoals het gaat. Als jullie dan denken, komt deze wond dan ook door een vechtpartij met de uitsmijter al daar? Daar is het antwoord op. Nee, geen vechtpartij gehad. Maar dit is een wond van de muggen. Want wat hebben ze namelijk in Spanje? Voor die hele kleine pleurismuggies. Mosquito, extraordinair, erg klein. En die prikken dus op je hand. Ik heb hier de hele hand, is nog steeds dik en rood. En op je benen en op je armen. Eigenlijk overal. En dan zwelt het op en dan ga je jeuken en dan heb je wonden. Ja, je maakt wat mee daar in Spanje, alias het Iberische schiereiland. 4 dagen geweest, 2 dagen regen. Schiet mij maar lekker. Maar goed, laten we proeven. Wat Jelly Belly wel interessant maakt, is niet de smaken, want dat kennen we dan wel zo vaak. Hebben we kerstendrank gehad. Ach kijk, dit is ook niet opeens roze. En dan, ja, nou, dit is dan wel weer opeens een kleurtje. Of ben ik nou gek? Of dat ook geen kleur? Nee, dat heeft ook geen kleur. En dan heeft deze vast ook geen kleur. Dat klopt. Nou, ze hebben in ieder geval geen kleurstoffen ingemieterd. Dat scheelt alweer. Maar het vreemde is natuurlijk wel dat je zonder suiker, zonder calorieën, en zegt dat het alleen maar met natuurlijke producten is smaak erin is geflikkerd. En de ingrediënten is dat carbonated water en natural flavor. Ik ga nu waarschijnlijk iets zeggen wat mensen zien als dom. Maar kersen die zijn roodpaarsig, is het niet. Dus als jij daar de natuurlijke smaak van wil hebben, dan moet je daar een concentraat uit maken. Is het niet. En als je dan daar concentraat uit maakt, dan is dat niet doorzichtig. Dan zou dit in ieder geval wat lichtroze moeten zijn. Is het niet. Dus als het dan heel erg tegen chemische dingen zijn en suikers en dat soort binden, en dat kan allemaal wel, dat vind ik helemaal goed. En sodium, ik ga het niet eens opzoeken waarom dat er niet in zit. Hoe kan het er dan dat een kersendrank doorzichtig is? Hoe kan dat? Nou zeg. Dit is wel heel raar. Eigenlijk smaakt dit gewoon naar water. Dus naar prikwater. En dat je een slok neemt dat je denkt, het smaakt echt naar geen ene nakko. En naar geen ene nada. En naar geen ene noppes. En dan opeens komt er een smaakje. Opeens is er een smaakje. En in dit geval een klein kersensmaakje. Ja, het smaakt naar kers. Very cherry noemen ze dat. Ik zou het niet ferry noemen. Want heel erg kerstig is het ook niet. Het is gewoon bronwater. Met verderop een beetje kers. Ik ben niet zo gek op kersensmaak. Geef ik eerlijk toe. Ik vind de kers aan zich wel leuk. Om te eten, als vruchtje. Maar ik vind alles wat naar kers smaakt, als zoetje of snoepje of drankje, wat dan ook, ik vind mij allemaal een beetje te chemisch. Nou, de pina colada smaak, die zal ook wel redelijk chemisch zijn. Oh god, het ruikt al naar kokos. Het ruikt verschrikkelijk naar kokos. Ik vind dat niet per definitie lekker. Ook hier, het is heel lang gewoon bronwater. Ja, nu komt er dus een kokosmaakje omhoog. Ik vind het wel grappig. Ik vind het wel grappig dat je een slok neemt wat je denkt van ja, oké, bronwater. En dan als het doorgeslikt is, dan denk je woep, pina colada, woep, fairy cherry, woep. Ik weet de derde smaak niet meer. French vanilla, woep. Het punt is een beetje van de coco, van de pina colada coco, want waarom het pina colada heet. Maar god weten, want het is gewoon kokosdrank. Is dat kokos in zo'n drankje mij altijd doet denken aan ja, van die, wat zou het zijn, een soort van gel van het spul wat people of color in hun haar smeren. Het is een beetje kokosgel, een beetje zo'n eigenlijk. Ik vind het niet zo lekker. De laatste is dus de French vanilla. Jullie kennen de drill. Ik neem een slokje en zeg, goh, gewoon water en een hoeplepoep, daar is de French vanilla. Want dat is precies bij de rest ook zo gegaan. Alleen dan met een ander smaakje. Het ruikt er wel naar. Proeft er niet helemaal naar in eerste instantie. Oh, daar is hij. 100% vanilla. Ik vind het een leuk drankje. Ik heb nu echt een hele mond vol met vanille smaak. En dat had ik ook met die kersen. En ook met die gore kokos. Het is toch leuk dat je gewoon een soort water drinkt, wat opeens hoeplepoep zit op de stoep een smaakje afgeeft. Ik vind het leuk. Zonder suiker. Dus ik krijg niet een nog dikkere kop. En er zit ook geen sodium in. En dat is maar goed ook. God mag weten waarom alleen. Meestal van die drankjes waar dus geen suiker in zit, de flikkers allemaal van die verschrikkelijke chemische nepsuikers in. Zit er ook niet in. Er zit eigenlijk helemaal geen ene reet in, behalve sparkling water en natural flavor. Ik snap het niet. Tijd voor de cijfertjes. En er gebeurde net iets heel interessants. Ik liet een boer. En die boer had dus een kersen pina colada vanille smaak en geur. Bracht niet teweeg. Dat is leuk. Goed. De minste vind ik de pina colada. Waarom? Ik vind die... ja, maar chemisch mag je niet zeggen. Want dit is opeens niet chemisch. Maar god, hoe komt het dan dat het doorzichtig is? Ja, noem mij maar dom. Het zal wel. De kokos. Ik vind het een beetje salvig worden altijd. Dat is niet helemaal mijn ding. Wel een leuk dingetje. Ik krijg van mij een 6. De Jelly Belly Helly Ferry. Sherry. Nee. Jelly Belly Ferry Sherry. Is leuk. Oké, ja, het is kersen. Niet helemaal mijn ding. Maar goed. Wat leuk is, inderdaad hier ook bij. Een slokje water. En je denkt, zal wel. Hoe? Kersen. Leuk. Zeventje. En de winnaar is de Jelly Belly French Vanille. Ruikt naar, een beetje naar vanille. Maar smaakt heel erg naar vanille. Op het moment dat je alles door hebt gesteken. Nog een keer. Niks. Ja, daar is hij. Het vanille smaakje. En die krijgt van mij ook een 7. Want laten we eerlijk zijn. Ik ga geen 8 en 9's uitdelen voor dit soort Amerikaanse spullen. Want het is Amerikaanse meuk. Je kan het op internet bestellen. Ik denk niet dat je het hier 1, 2, 3 kan krijgen. Of je moet in een internationale winkel gaan koekeloeren. Of misschien kan je het wel gewoon overal krijgen. Weet ik veel waar Achmetje die troep vandaan haalt. Ik heb ze in ieder geval nog nooit in de supermarkt staan. In ieder geval hartstikke leuk. Maar wil je van mij hele hoge cijfers krijgen? Moet er iets meer zijn dan alleen maar water met hoepelpoep smaakje. Nou, bedankt voor het kijken. En tot snel. Love you guys. Ze doen ze dat wel, die voetballers.